zijn we weer vanuit Animal Kingdom dit keer. We zijn lekker vroeg, een uur voordat het park open gaat. Dus kijken of er vandaag nog wat leuks te doen is hier. Nou, normaal hebben we al early entry, dus dan mag je een half uurtje eerder binnen. Maar wij mochten nu nog een half uurtje eerder naar binnen. Dus laten we eens een wandelingetje gaan doen. Lekker rustig zo. Kijk hoe mooi leeg. Oh, dan zie je overal die vogeltjes mooi vliegen. Kijk hoe rustig. Er zit niemand staan. En een eekhoorn. Ja hoor. Natuurlijk kom je dat alleen tegen in Animal Kingdom. Nee, oké, Magic Kingdom en een Epcot. Maar dat maakt niet uit. Het logische is wel dat het een rennen is. Kijk! En een witvogeltje. Oh, schattig. Kijk hoe groot de snavel. Nog eentje? Ja, die hebben nog het park voor zichzelf nu. Voordat ze straks moeten delen. Nou, niet meer sinds wij dus. Nog eentje. Maar wij lopen nog helemaal vooraan, hè? Oh, is je eekhoorn. Het is een drukke bedoeling. Wat is dat dan? Een konijn. Oh. Ja, onze konijnen zien er meestal anders uit, hè? No. No other reservations. To Wild Africa Trek. Okay, I'm just going to have you wait right here against the wall for me. No problem. Wat is er? Niks. Maar Noah, we gaan inderdaad eten. Ergens. Maar dat duurt nog 2,5 uur. We gaan op de savanna eten. Met de Wild Africa Trek. We hebben er vroeg op 8:45. Dus gaan we wel nog in Kilimanjaro. Ja, maar dan lopen we helemaal doorheen, jongen. Dus... En we hebben dan een privé autootje, hè? Tenminste, met de andere mensen. En je doet het maximaal met 12. Ja, wij zijn 1 van die 12. Nou, 4 van die 12. En dan krijg je daar lekker eten. Daar doen we nog een dessertparty wat niet was gepland. En een Wild Africa. Maar voor ons was het wel gepland hoor. Ja, allebei. Dit was voor mij gewoon 's ochtends, om 6 uur 's ochtends opstaan om dit te regelen. Allebei hebben ze gezegd dat we dit niet gingen doen. Ja. Ben je ervan, Noah? Leuk. Ja? Nou, we gaan even zoeken waar we moeten zijn. Ik weet dat het ongeveer bij het begin is van de Wild Africa, van de Kilimanjaro Safaris. Maar waar? Ik dacht dat je hier moest zijn, maar dit is nog lekker dicht. Alright gang, if we're checking in for Wild Africa Trek, we're checking in over here. If we're checking in for Gary for Giants, it's on the other side. We're checking in for Wild Africa Trek. Ja. Nou, we gaan nog even snel een plasje doen voordat we in ons harnasje gehesen worden. Want de eerste 2 uur kom je geen wc tegen. Noah. Noah. Go ahead and step up on the magic box here. It tells you exactly what harness you need. Step on down for me. It's so pretty here. Any other time we'd be able to. Alrighty, on like a backpack, one arm at a time here. Whichever arm you choose first. Perfect. Looks like a good fit for it. You can go ahead and follow. No, you're not bringing any phones, right, bud? Alright, come on over. Deal. And speaking of that, any other phones or sunglasses, you can go ahead on the desk right here. We'll make sure they get attached. Set them down for me. You were... Dion? We spell that one right. Ja, in ieder geval hetzelfde als je broer. Ja. Ja, dat is het aankleedwerkje dit, hè? Awesome. So well done. Perfect, perfect. Looks like a good fit for you there. Put a couple things on him all the way through. Some other assistants over there. Are you excited? Yeah. You like animals a lot? Or enough to enjoy today? Do you have a favorite animal? Me neither. There's too many to pick from. I would hate that question. Do you prefer which ear listening device goes on? Left? Where are y'all visiting from? Netherlands. Netherlands. Well, glad to have you here. Boy, I made always subscribe. All of my stuff on you that I can. We'll just hang out until someone else can help you out with the rest of the harness. Is there an occasion for the trip this far? Sorry? Is there an occasion for the trip? Well, tomorrow is my birthday. Awesome, happy birthday. And last week was the twins' birthday. Oh, perfect, yeah. So, good time to celebrate. Absolutely. Awesome, and yeah, Alex can help you out over this way. And then did you have any animals in your birthday yet? No? Okay, perfect. Wat zelf niet zien hoeveel je weet. Nee, 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 dat schermen ze af, hè? Ja. This? And then, yeah. Already have this. One leg, backpack, one arm at a time. Thank you. Ben je klaar voor, jongens? Ja. Wel heftig aangekleed zijn, hè? Ja. Ben je er ook klaar voor, meneer Nijssen? Ja hoor. Hebben we onze drinkflesjes gehad? Mogen we nog houden? Yee. Nou, gratis. Ja, voor jullie is het gratis, dat klopt. Ja. Maar ja, we gaan eens kijken hoe dit bevalt. I like it. Right away though, we've got our first tripping hazard on the trail. You want to follow in this way. Please do watch your head and staff those exposures. Pepper. Got it out. Oh, save that. One of two facilities in all of North America that has all three species of zebras in it. So the Grévy zebra is right here, the largest of all of them. Out on the safari later, we'll hopefully see the Hartman's mountain zebra. And then over at Animal Kingdom Lodge, like Meg was saying, they're accredited along with us, so you can see our common or plains zebras. So we have all three, which is pretty cool. So if you really wanted to, in one day at Walt Disney World, you could see all three different types of zebras, which is probably why you came to Disney World, right? To see all three zebras? Usually. That's where the magic really happens. Now that everyone's up here, though, if we all want to gather around this open space, I will ask for all of your undivided attention on me and not towards the animals. For probably this only one time, because we're going to go over some of our safety gear that we have put on you. First of all, thank you everyone for trusting all of these strangers to put on all this weird stuff on you and lead you into the woods. Don't do that anywhere other than Disney World, please. But I'm going to teach you how to use some of this gear. First and foremost, we're going to teach you how to use this carabiner clip that's attached to your harness. This is Danny, everyone. We're going to be meeting up with Danny here, and she's going to be taking us in to have that. We are going to get clipped in right here, so I'll ask that everyone takes their carabiner clips off of their harness. Remember that three-step process. Right after Linda. Alright, so yeah, those black birds that you see hanging on the trees, those aren't golden birds. Those are just black vultures, so they're actually native here to Florida. And they just like to hang out. Yeah, thank you. And over there, we have Henry and Hans. They are two of our adult Nile hippos. Looks like Henry is resting his chin on Hans there. But they're a little far away. We're going to go ahead and see if they want to come over for us, and let's get a little bit of a closer look. Not even an ear twitch on that. I mean, we got an eyeball. It's like a dinner bell. They know that when they hear that, all they have to do is come down right here in front of us, and they just get food thrown right at them. Easy. It's an easy life, you know? It's great. So these two lovely boys are kind of exhibiting exactly what a hippo's going to be doing out in the wild during the day. So hippos are nocturnal. Usually all of our training we do here, it's all positive reinforcement. It's all choice and control. So our animals have the choice whether or not they want to come over. Right now, they're choosing, you know, sleeping, snoozing over there. A little bit better. It's kind of like if someone were to wake you up at 2 a.m. Does anyone by chance already know how to say thank you in Swahili? Yeah, you do. Jumbo? Not Jumbo. Oh. Jumbo's hello. Okay. Similar, very polite greeting, so stick to that. We'll keep using that today, too. It's going to be Asante Sana. So if we could all give a huge Asante Sana today. Asante Sana. Every Sana, y'all are very welcome. I hope you enjoy the rest of your adventure today. Hello Noah. Hello. No, you don't remember it later. Hello. Hello. Now you're going to take yours, push this in, put the two together, you're good to go. If you find you have a sash like this, we don't want that because it pulls up, smacks you in the face. Not a good day, right? So go ahead and spin around, make sure it's behind your back. No, I'm still not doing anything because I'm in the drop zone, which means any of that, if you drop it, where does it go? On my head. There's a theme here. So I'm going to have you scooch this way, scooch back just a little bit. This little spot right here in front of the yellow line, I know we have to break a Disney rule and cross the yellow line. You're going to step on those footprints right there, and then he's going to be able to get to work. Now, you're going to feel it tugging and pulling on your back. That is your complimentary Wild African safety wedgie. You're welcome, one free with every tour. But ultimately, what we're looking for are some magic words from Alex here in just a moment. You're all clear. Awesome. All clear means you can step back. Doesn't mean you leave. When he's ready for you to leave, he's going to show you by lifting up on the silver pin. That releases the gate, which means you have to do manual labor. Yay! The gate opens towards you, and you're in the way. Uh-oh. Move. Take a step back. Bring that gate towards you, and go on through. Let me tell you, I've seen some very creative, like problem solving and trying to go over or around. Don't do that. We're smarter, not harder. Go ahead and walk on through. But do make sure we're shutting our gate with us. I can tell we have manners here. And you're good to head on out there. Nou, veel plezier, schat. Ja, leuk. Step on up. Daar gaan we. Oh, die brug wiebelt wel. De Kilimanjaro Safaris, die gaat gewoon onder ons door. Heel cool. Vandaag gaat Remo. Vandaag gaat eentjes. Oeh, potten plankjes. Hier. Nou, de nijlpaarden is nog lekker een dutje te doen. Die zien we niet. Maar de krokies, dat is een ander verhaal. Ja, die liggen ook te tukken. Maar die zie je. Hier ligt er nog eentje. What overhang? Having fun? Absolutely. Okay. One more step, my friend. Stop right there. I'm going to take two quick photos. Yeah. Proud of yourselves. You just crossed over 9 Nile crocodiles. Now the biggest one out there, his name is Jabba, as in Jabba the Hutt. So if you are a Star Wars fan, you're in the presence of a celebrity. I have a question for all of you. Do you think that you can train a crocodile? Probably. Oh, I got a solid probably right over here. I love a solid probably. He's very confident there. A squirt gun pattern on the water. Here's what I mean. Their actual crocodiles feel that change in the ripples and the currents on the surface, and they'll follow that squirt gun pattern like Hansel and Gretel following a breadcrumb trail. Kijk, je mist een voorpoot. We are heading into our West Savannah here. Vinden we tot nu toe? Ja, echt heel gaaf. Gaaf, hè? Ja. Noah, wat vind jij ervan? Heel leuk. Ja? Was het leukste wat je tot nu toe gedaan hebt? De hele tour. De hele tour zelfs? Ja. Kian, nog iets specifiek wat heel leuk was? Ik vond de bruggen wel heel erg leuk. Ja, de bruggen waren echt super tof. Jij? Over de krookjes lopen en de eentjes. Heb je ze geteld? Wat eentjes? Ja? 4? 4? Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, voor de jongens hebben we de special request. En voor ons trouwens ook. No seafood. Dat is ba. Looks like you didn't get the shrimp, you just got the cacciambari salad. Fantastic. Nou, helaas zijn we weer terug. Kom hier. Je ligt op zijn rug. Kijk. Lekker zijn gezicht te wassen volgens mij. Ja, zoiets. Of wat op te eten of zo. Op een rooster. Hello everybody out there at Discovery Island. Come on in and see us. This is Winged Encounters. We've got Leo. We've also got Halsey, down Leo, Primrose, and then behind me, Emmett. Once again, we're all blue-throated macaws, and Emmett might be a little familiar to you because if you have seen Magic of Disney's Animal Kingdom on Disney+, Emmett was actually featured in Season 1, Episode 3 on how we train birds. Nou, wij zijn het wakker van de middag ditje doen. We waren nog een beetje moe. Dus uiteindelijk toch nog 1,5 uur slaap allemaal. En nu regent het. En de giraffen vinden het fijn blijkbaar om hier te komen schuilen. Helemaal naar achter. Even kijken of we ze kunnen zien. Zijn zebra's. Ja, kijk, daar komt nummer 4 ook eens aangeschokt. Dus ze zitten echt wel een hele goede kant op de savanne. Maar goed, ik ga zo eens eventjes mijn rok stomen voor vanavond. Want dan hebben we Mickey's Not-So-Scary Halloween Party. En dan daar maar eens even klaar voor maken en even kijken waar we gaan eten. Nou, wat een gezelligheid zeg. En weer onderweg naar het park. We gaan even eten. Bij Pecos Bill Tall Tale Inn & Café. Brengt zo lekker. En dan gaan we ze richting party. Nog 6 minuutjes, als het klopt. 1 minuut later. Hi! There you go. Have fun. Thank you. En ons bandje. Is wel een goede kleur. Ja. Matched. Ga jij eens een paar boekjes scoren voor José? En voor ons? In het Engelse? Ja? Oh, die kant op. Thank you. Want we hebben een speciale Halloween. We krijgen ons tasje. En onze eerste trick-or-treat. Helemaal? Ja? We kunnen wel de eerste stop. We gaan de eerste stop, want ik krijg geen tasje niet. Krijg je dan een flexie? Eén dingetje. Zeker. Het is ook zo leuk om te zien mensen hoe ze verkleed zijn. Ik ben met papa mee. Ik zeg altijd iets speciaals als mensen aan het redden. Hallo. Hallo. Ik denk dat ze gesponsord worden. Zou je denken? Hé joh, kom je erbij. Nou, gaan we weer de tasjes, jongens. My pleasure. Have fun tonight. Thank you. Alright, party time, let's go. Hetzelfde maatje. Maar hij is in ieder geval niet van papier, deze. Nee. Dit is leuk om te bewaren. Die andere heb ik ook hoor. Ja. En dan dadelijk moeten we even racen voor het eten. Deze wil ik kopen. Goed zo. Happy Halloween, thank you. Wat heb je? M&M's. Fudge brownie. De zakjes zijn een stuk groter. Ja, maar dan moet je niet vanuit gaan dat het overal zo is hier, hè? Dit is toch een kleurloze bedoeling, hè, qua eten. Nou, dit niet. Zit er veel kleur in? Nee, kleurloze bedoeling. Maar... Amber. Precies. Drinken, voor jullie heeft de meeste kleur. Ja. Nou, was het vandaag weer, jongens? Ja. Vond je het allerleukste? Ja, sowieso wel de Wild Africa Trek. Ja. Ja, en welk onderdeel? De bruggen. Hetzelfde. De bruggen waren echt heel leuk. Nou, wij gaan ons nog even vermaken. Want wij hebben nog de Halloween party. Ja. Maar die wordt voor de volgende vlog. Doei! Doei.